Het is een rijksmonument en dan ben je als eigenaar ook verplicht het in stand te houden en er goed voor te zorgen. Ja, want zo zag de torenhaan eruit toen hij 3 maanden geleden van deze kerktoren in Oud-Leusden afkwam. Vergeeld en niet zo goud zoals hij er vandaag weer bij staat. En dat verdient de toren wel. Eigenlijk vanaf het moment dat Karel de Grote deze grond in 777 aan de kerk van Utrecht schonk. Ja, daaruit is Lisiduna, Leusden ontstaan. Een aantal boerderijen rond de kerk. En in de loop der eeuwen wordt dat dan Oud-Leusden, omdat er elders, een paar kilometer verderop, echt wel 3-4 kilometer hemelsbreed, ontstaat wat dan gaat heten Nieuw-Leusden. Omdat de kerk, die aan de toren vast zat, in verval raakte en er een nieuwe in het hedendaagse Leusdense centrum gebouwd werd. Lang verhaal kort, zonder kerk en toren geen Leusden. En dus wordt dit monument weer in ere hersteld met een gouden haan. Jazeker, we hebben als eerste haan geplaatst, daarna de pijnappel. En mijn collega van de smederij Bosman, die heeft eventjes het kruis nog een beetje bijgewerkt. En we zijn klaar. Dat kostte al met al 3 maanden vanwege het bijzondere proces dat nodig is om de haan te vergulden. Naast de toren wordt dit jaar ook de muur van de begraafplaats onder handen genomen, zodat deze monumentale plek weer de uitstraling krijgt die het volgens de Leuzenaren verdient. Ik bedoel niet dat alles wat oud is moet blijven. Maar dit is zo'n markante plek en die is juist door dat er eeuwenlang voor gezorgd is die zo mooi gebleven. Dan moeten wij in onze tijd daar ook ons best voor doen.